In principe is het uh, dit jaar ideaal voor mij omdat ik, uh, omdat ik zeg maar heel de vakantie, in de, heel, in de vakantie heb ik de maand Ramadan en daarna nog tien dagen. Dus uh, dat is wel echt lekker, zodat ik gewoon lekker tot rust kan komen en mijn uh, en ding kan doen. Ja, want vorig jaar volgens mij, uh, toen NAC de na-competitie speelde en promoveerde, dat viel ook in de Ramadan. Ja, de finale in, in, in Nijmegen was, uh, was de Ramadan inderdaad. <laughs> en uh, je zag ook in de zestigste minuut kreeg ik kramp al. Dus uh, ja, nee, dat slaat aan. Dat, dat is waar, denk ik. Maar ik ben het gewend. Ik doe het al, uh, al jaren. Dus uh, dat was wel, uh, was wel een mooie dag, ja. ja ben jij een heel gelovig uh, iemand? Ja, ja ik, uh, ik ben er wel mee bezig. Zeker. Kijk, uh, ik ben niet perfect. Ik maak ook fouten natuurlijk. Alleen uh, ik ben er wel mee bezig, al, al een aantal jaren. En, uh, ik ben er natuurlijk ook mee opgegroeid. En uh, ik ben er trots op. Uh, weet je, heel veel negativiteit in de media over het geloven en zo. Maar. Uh, ik, ik laat het gewoon links staan, omdat het gewoon mensen zijn die, die onwetend zijn. En ja. ik ben gewoon uh, trots op mijn geloof. Dus, uh, yeah. Dan heb je verschillende gradaties hè, in het geloof. Hoe, hoe streng ben jij in de leer? Uh, ja, nou ja ik, ik probeer gewoon mijn best te doen. Dat is, dat is uh, goed voor de mensen te zijn, goed voor, voor mezelf, voor mijn familie. Uh, uh, geen domme dingen te doen. Ja, dat spreek voor zich, denk ik. Uh, gewoon, ik probeer zo, zo goed mogelijk mens te zijn. En natuurlijk probeer uh, ik mensen te helpen. En uh, ja, dat is uh, hoe ik ben. Ja, helpt het jou bij uh, jouw beroep als voetballer? Ja, ik denk dat, me heel, dat het heel veel helpt, denk ik, omdat je toch een bepaalde rust hebt. <clears throat> dat je een bepaalde rust hebt in, in, in moeilijke tijden, in, in mooie tijden. Dat je altijd ten altijd gewoon uh, nuchter bent. En uh, ik denk dat het mij heel veel heeft geholpen in ja, de afgelopen jaren.